We praten met loco-burgemeester Marije Storteboom over de grote brand van gistermiddag. Het heeft tot in de late uurtjes van de nacht heeft het geduurd. Ook hier in het gemeentehuis zijn de nodige inspanningen verricht. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, gistermiddag is er opgeschaald in verband met de grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw, waar ook een hele hoop accu's lagen van Stella fietsen. En die zorgde voor rookontwikkeling, waardoor heel veel mensen klachten ervaarden. En toen is er opgeschaald naar griep 3, zoals we dat dan noemen. En is er uiteindelijk besluit genomen om ook het gebied waar de meeste klachten waren, om die ook uit voorzorg te evacueren. Dat gebied dat werd nogal groot, omdat de rook ook richting Vierhuizen trok over de snelweg A28. Heeft het daar nog gevolgen voor gehad? Nee, er zijn wel een aantal klachten uit ontvangen, maar we hadden een veel kleiner gebied als gebied aangewezen waar echt de meeste klachten ontstonden. Mensen werden aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en na die tijd werd toch geadviseerd om de woning te verlaten. Ja, dat klopt. We hebben een NL Alert uitgedaan om ramen en deuren te sluiten. Maar op een gegeven moment vonden we toch dat het goed was om mensen ook daadwerkelijk uit het gebied te halen. Het Rode Kruis is erbij betrokken geweest voor de opvang, klopt dat? Daar heb ik nu op dit moment geen beeld van, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Maar we hebben de Braken hebben we opvang geregeld, zodat mensen die geen plek hadden om naartoe te gaan, daar terecht konden. En daarnaast zijn ook een hele hoop mensen gewoon zelfredzaam geweest. Die zijn naar vrienden en familie gegaan. En dat is ook altijd prima. Uiteindelijk is besloten om de mensen toch weer naar hun huis te laten terugkeren, voor wie dat zou willen. Hoe laat was dat ongeveer en wat was de reden van dat besluit? Ja, dat was vannacht rondom een uur of twee. Het was namelijk zo dat onze verwachting was dat het eerst was onze verwachting dat het rond 12 uur af zou zijn gelopen met de rookontwikkeling. Want wat gebeurde was dat de accu's die werden uit het gebouw gehaald en in een container gelegd met water. En het eruit halen van die accu's veroorzaakte nog steeds rookontwikkeling. En daardoor bleef er steeds sprake van rookontwikkeling. En het opruimen van die accu's duurde gewoon langer dan verwacht. Dus we hadden eerst de streeftijd 12 uur en dat liep toen verder de nacht in. Om 2 uur was het zo dat alle accu's in het water lagen en was er ook geen sprake meer van rookontwikkeling. En dat was voor ons het signaal om te zeggen, nou, iedereen kan terugkeren naar zijn huis. Dat hebben we toen ook direct op de website gepubliceerd. Maar we realiseerden ons natuurlijk ook dat heel veel mensen op dat moment lagen te slapen. We hadden mensen opgevangen in een hotel. Dus die mensen zijn vanmorgen vroeg vanaf 7 uur waren er al medewerkers van de gemeente aanwezig om dat ook aan die mensen te communiceren. En daarnaast was het dus gepubliceerd op de website dat iedereen kon lezen dat hij weer terug kon naar zijn of haar huis. Nou werd heel veel door jullie ook gecommuniceerd met het VNOG. Naar aanleiding daarvan deden jullie ook berichtgevingen. Veel al werd verteld dat het wachten was op de uitslag van de metingen met betrekking tot eventuele schadelijke stoffen die vrij zijn gekomen met de rook en in de lucht. Zijn daar al uitslagen van bekend? Nou ja, er zijn inderdaad metingen verricht door het RIVM. En dat was ook wat er steeds ook is aangegeven, dat de metingen dusdanig zijn dat er dat de reden is om dat gebied te ontruimen. Dus dat hebben we ook gedaan. Gelukkig goed nieuws op het eind, dat het niet schadelijk was voor de gezondheid met hetgeen wat eventueel is vrijgekomen. Dat was denk ik ook mede het besluit om de mensen eventueel terug te laten keren. Nou ja, op het moment dat er geen rook meer vrijkomt, is er op dat moment geen gevaar, geen acuut gevaar voor de volksgezondheid als er geen rook vrijkomt. Dus dan kan iedereen ook weer terugkeren. En op de gemeentelijke website staat een vragenlijst, dus een Q&A's van wat de mensen moeten doen, hoe ze eventueel roetdeeltjes kunnen schoonmaken. Dus ik wil graag mensen verwijzen naar de website als ze meer informatie willen. Daarnaast houden we als gemeente vanavond een informatieavond over wat er gebeurd is, waar mensen terecht kunnen als ze eventueel nog vragen hebben. Dat is al om 19:30 in het gemeentehuis. Dus iedereen die nog vragen heeft, die kunnen daar terecht. En er gaat ook nog een informatiebrief uit naar het gebied waar dat gisteravond is geëvacueerd. Laatste vraag. Wat gebeurt er nu met de restanten?
Dan zijn we nu nog aan het overleggen van hoe we daarmee om moeten gaan. Want dit is iets wat nog niet zo vaak voor de hand is geweest. Dat er zo'n grote hoeveelheid accu's is verbrand. Al die accu's die liggen nu in bakken met water waar ze worden gekoeld. Dat is ook nodig om die accu's goed te laten afkoelen. En we zijn nu in overleg met ook de omgevingsdienst hoe we hiermee verder moeten gaan. En hoe we dat moeten opruimen.